Kunskapsskolan is ontstaan in Zweden. Het is een Zweedse onderwijsgroep van meer dan 35 scholen. En 15 jaar geleden zijn zij gestart. En zij hebben een heel mooi model ontwikkeld van gepersonaliseerd onderwijs. En we noemen dat nu gepersonaliseerd onderwijs. Toen zij begonnen was die term er niet. Maar met hun visie en de uitgangspunten die ze gekozen hebben, hebben zij een heel integraal onderwijskundig model ontwikkeld. Wat maakt dat je gepersonaliseerd onderwijs, en daar versta ik dan onder dat een leerling ook echt leert regie over zijn leren te nemen, dat je dat kan organiseren op een manier die betaalbaar en beheersbaar is en heel effectief. En de principes, als je nu terugkijkt van wat hebben zij gedaan in die 15 jaar om zulke stabiele en goed presterende scholen te ontwikkelen. Die principes die blijken heel goed te vertalen naar andere onderwijssystemen in andere landen en culturen. Het programma van Kunskapsskolan bestaat uit 12 elementen of bouwstenen. Waarvan wij zeggen van ervaring leert dat je die alle 12 goed over na moet denken hoe je dat in je eigen school vormgeeft. En in je eigen onderwijssysteem. En als je 1 of 2 bouwstenen vergeet, dan kunnen we eigenlijk voorspellen dat het niet lekker gaat lopen. Dat je gedoe krijgt, omdat de puzzel niet past. Het zijn eigenlijk puzzelstukjes. Waarbij ik niet wil zeggen dat elk puzzelstukje precies op de manier ingevuld zou moeten worden zoals ze dat in Zweden doen. Je kan de vorm en de kleur van je eigen puzzel bepalen in die zin. Maar je hebt wel alle 12 elementen puzzelstukjes nodig. Het werken op deze manier volgens het principe van Kunskapsskolan vergt dat je meerdere rollen als docent hebt. En ik denk dat docenten in het voortgezet onderwijs tot voor kort vooral expert en vakdeskundige waren, vakdocent in hun eigen vak. En dat ze daarop werden aangesproken. En binnen Kunskapsskolan, als je werkt volgens die principes, blijft dat nog steeds een hele belangrijke pijler. Dat je vakdocent bent en je vaklessen geeft. Daarnaast ben je ook coach. En coachende vaardigheden is niet wat je tijdens je opleiding hebt gekregen. En het vergt echt een andere relatieverhouding tussen leerling en docent. We werken niet meer met boeken, we werken met een learning portal. En in de learning portal daar vinden we eigenlijk de inhoud van alle vakken zoals die ook gewoon in het curriculum van Nederland gegeven horen te worden. Leerlingen hebben op een iets andere manier les. Ze hebben nog vaklessen die docent gestuurd zijn. Daar bepaalt de docent, de leraar, wat hij gaat doen. Maar er zijn ook workshops en daarin mag de leerling zelf bepalen wat hij gaat doen. Welk vak en op welke manier. Dus het is een beetje een mix van beide. Maar we werken niet meer met boeken. Nou, meegevallen is denk ik dan vooral de verbazing dat leerlingen inderdaad doelen gaan stellen. Dat ze ook die taal heel snel beheersen. Van nou, ik heb mijn doelen niet bereikt of ik wil vandaag hieraan werken. Want ik heb gewoon nu meer zin om echt een praktijkopdracht te doen in plaats van woordjes te leren. Dat ze ook echt die keus gaan maken. Dat vind ik mooi om te zien. Gewoon met mijn onderwijshart. Het werkt. Ja, dat is een beetje misschien een term, maar dat is heel mooi om te zien. Wat misschien tegenvalt, en dan moet ik vooral even kijken naar mijn docententeam, is dat de docent moet echt heel hard werken. Dus op een andere manier werken, maar die moet constant nadenken hoe die het zweet op het juiste voorhoofd krijgt. Want je bent heel erg geneigd om met die leerling mee te denken en wat heeft hij nodig. En dan is het een behoorlijk grote groep die ook zelf keuzes maakt. Je wilt toch een vorm van grip houden. En dat zou eigenlijk veel minder moeten zijn. En ik zie ook aan mijn docenten dat ze hard moeten werken in deze groep om het echt bij die leerling te houden. Als ik vertel over Kunskapsskolan op VO-scholen krijg ik heel vaak te horen van docenten dat zij denken dat het primair onderwijs, basisonderwijs al veel meer faciliteert wat hier beoogd wordt. Dat leerlingen daar al veel meer hun eigen doelen mogen stellen en taken kiezen en in die zin dat dingen zijn die ze soms afleren in het voortgezet onderwijs. En dat is heel mooi om dat terug te horen van docenten uit het onderwijs zelf. Dus ik kan me voorstellen dat als het VO deze slag, of een aantal scholen deze slag, meer gaat maken, dat het voor leerlingen ook makkelijker is om over te stappen van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs.